een van de grote veranderprojecten is die Smart City. De gedachte dat de nieuwe toepassingen van ICT, de infrastructuur waar Rijkswaterstaat, de waterschappen, maar ook natuurlijk de ICT-bedrijven voor verantwoordelijk zijn, dat die een oplossing bieden voor die problematiek van dat stedelijk metabolisme. Maar infrastructuur is niet alleen wat een ingenieur bedenkt. Infrastructuur is altijd waarde geladen. Als je de Smart City niet programmeert, dan programmeert de Smart City ons. Dat zou mijn uitgangspunt daarbij zijn. We hadden het vandaag over Smart Cities. Dat is een concept wat je steeds meer hoort. Iedereen denkt dat er grote verandering op de stad af gaat komen. En ik wilde eigenlijk daarover hebben met een hele diverse groep van mensen. Het gaat vaak over de toepassing van nieuwe technologie, ICT-technologie. Daarom heet het ook Smart Cities. Maar dat is natuurlijk niet een wereld waar je per se in wil leven. Je wil dat die nieuwe technologie iets voor jou doet, voor de burger, voor de mensen samen. En die discussie wilde ik eigenlijk een beetje organiseren. Elke overheid, Dina, is ook een burger. Dat besef begint langzamerhand een beetje door te dringen in de benadering van het overheid zijn. Maar er is één ding wat nog veel waardevoller is. Elke burger is ook een beetje overheid. Ik denk dat we met de technologie die voorhanden is, de slimme technologie, met de participatie van mensen die voorhanden is, mensen die goed opgeleid zijn, die betrokken zijn op hun leefomgeving, en met een overheid die daar een goede rol in speelt, in die smart city, geweldige dingen tot stand kunnen brengen. Er zijn heel veel technologieën die niet open zijn en die gebruik maken van ons, maar waar wij geen gebruik zelf van, geen toegang meer toe hebben. Het voorbeeld wat ik je daarbij wil geven is de OV-chipkaart. De OV-chipkaart is niet alleen een efficiëntiesysteem wat in opdracht van de overheid samen met de stakeholders is ontworpen om het wat gemakkelijker te maken en efficiënter te maken om het openbaar vervoer te gebruiken. Het heeft ons ook ontnomen om andere mensen uit te kunnen nodigen. Dus met de strippenkaart konden wij nog iemand voor iemand betalen. Konden zeggen, nou, kom maar mee op mijn kosten. Met de OV-chipkaart lukt dat niet meer. Dus het heeft eigenlijk een slim systeem, een slim mechaniek, heeft ons sociaal dommer gemaakt en ons gedrag dommer gemaakt. Elk van die systemen die we op dit moment aan het introduceren zijn, hebben datzelfde karakter. We moeten eigenlijk zorgen dat die steden waar mensen graag willen wonen, er komen steeds meer mensen naar de steden toe, daar ligt hun toekomst. We moeten zorgen dat die steden ook goed werken. En dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Als we die stad niet goed organiseren, dan wonen er misschien wel veel mensen, maar is die weinig leefbaar. En met name waar PBL veel aandacht voor heeft, er gaan allerlei stromen in, energie, water, luchtkwaliteit. Maar we gaan er eigenlijk heel onzorgvuldig mee om. We moeten bijvoorbeeld onze afvalstrategie heroverwegen. U bent allemaal gebruiker van water en dat water gaat door uw lichaam en dat neemt daar al stoffen op in uw lichaam. Bijvoorbeeld medicijnen die niet goed worden opgenomen in uw lichaam en die worden afgescheiden in het water. En die stoffen die plast u uit en die gaan in die riolering en dan bent u het kwijt. U weet niet eens waarschijnlijk hoeveel medicijnresten u afscheidt in het water. Maar metabolisme vraagt eigenlijk om aandacht daarvoor en ook om een besef van dat we dat zitten te doen. Want als overheid zijn wij nu nog verantwoordelijk om die medicijnresten eruit te halen. Maar misschien willen we wel kunnen zeggen van ja, als u intensief medicijnen gebruikt, dan geven we u een plaszak mee en dan moet u die plas maar apart ergens gaan inleveren en dan gaan we die anders behandelen en dan kunnen wij voorkomen dat dat in de riolering terechtkomt. Nou, dan komen we een beetje ook op het verhaal van net, van Marleen bijvoorbeeld, van mogen wij dat eigenlijk wel weten van of u medicijnen gebruikt en welke en in welke mate. Maar metabolisme is wel een perspectief dat je juist naar dat soort vraagstukken toeleidt. Ja, ik moet eigenlijk toegeven dat ik voordat ik hier kwam of voor het eerst in aanraking kwam met de term slimme stad of smart city, dat ik er eigenlijk een beetje bang voor was of een antipathie. En ik moet toch toegeven dat het niet minder is geworden na vandaag. Ik ben er nog banger voor, geloof ik, en ik voel me nog dommer. En dat heeft ook te maken uiteindelijk dat de vraag is, wat is dan smart? En wie mag het eigenlijk zeggen? Wie bepaalt nu wat smart is?
Bepaal ik dat? Nou, dat zeker niet, geloof ik. Bepalen anderen dat? Bepalen dus de stedenmakers dat? Of de WizKids? Of de hoogopgeleide? Of de overheid? En waar brengt het ons dan dat? Wat is dan dat ideaal? Is het ook misschien wel mogelijk dat eigenlijk door smart cities de ongelijkheid eigenlijk alleen maar groter wordt? De slimme stad wordt eigenlijk gezien als de vooruitgang. En dat is niet zonder meer waar. Je moet eigenlijk de slimme stad tot iets positiefs maken. En dat begint ermee dat iedereen er toegang toe heeft tot die discussie. Ik denk dat een van de dingen waar wij op wijzen is dat bijvoorbeeld zaken rond privacy heel gevoelig liggen bij burgers. Dus als je dat niet direct in de discussie aandacht geeft, dan krijg je later met die slimme burgers die we hebben altijd gedoe. Dus je kan maar beter al die dingen die horen bij zo'n smart city technologie direct in de discussie organiseren. Die gezonde stad en die gezonde leefomgeving die gaat niet meer over gebouwen. Die gaat heel erg over structuren. Maarten noemde even de infrastructuren. Maar een structuur is ook een wijk. En ik hou altijd heel erg van de Engelse korte zin. Not a spatial plan, but a social plan. Ik denk dat we op die manier echt naar steden moeten kijken als een sociaal plan. En dat sociale plan is dus niet, nog even voor de zekerheid, niet het plan dat ik voor u maak of dat Le Corbusier voor u heeft bedacht. En dat plan, dat doen we samen, want die smart citizen die is geen marionettenpop. En zo moeten we hem ook vooral niet behandelen. Want waar ik zelf heel erg in geloof, is dat je eigenlijk nog meer de mogelijkheid wil geven aan communities om ondernemers te opereren en die maatschappelijke taak op te pakken. En in Engeland, dat is natuurlijk een heel ander land qua achtergrond, is in 2011 de Localism Act ingevoerd. En dat betekent dat je daar het the right to challenge hebt. Dus je hebt de mogelijkheid publieke services uit te dagen en te zeggen, wij als community, ik werd net een gesprek hier in de zaal, wij als gemeente, als commons, wij denken dat we deze taak misschien wel beter uit kunnen voeren. En waarom ben ik daar zo voorstander van? Niet alleen omdat dat het veel meer een combinatie is van top-down en bottom-up, als dat zo goed Nederlands klinkt, maar ook veel meer omdat als je een community vraagt een probleem op te lossen, als je een lokale community vraagt te kijken naar hun omgeving, dan zullen ze dat altijd vanuit een ander startpunt doen. Veel integraler. Niet alleen kijken naar het verdienmodel, maar ook kijken naar welke waarde er in de omgeving al is en ook veel meer andere vormen van waarde creëren, namelijk een prettige leefomgeving en dergelijke. Ik denk dat we heel veel kunnen winnen eigenlijk met de slimme stad. En dan zou je het moeten verbinden aan een betere stad met een sterkere sociale cohesie. Een stad die om kan gaan met tegenslagen. Dan hebben we echt veel te winnen. We weten allemaal de beelden van de televisie van plekken waar bijvoorbeeld door stormen en piekafvoer van water steden zijn overstroomd. We kunnen slimme technologie gebruiken om dat voor te zijn. Nou, daar kan niemand tegen zijn. We willen niet dat het elektriciteitssysteem uitvalt doordat we de transitie maken naar zonne- en windenergie. Maar ook dat gaat niet vanzelf goed. Dus ik denk, ik ben heel positief uiteindelijk als we maar op een goede manier het debat over slimme steden organiseren. Wat hier in de Biennale staat zijn allerlei ontwerpen over metabolisme en smart cities. En ik denk dat onze discussie ook gaat niet alleen over de ingenieursopgave, maar ook over hoe je dat verbindt, hoe je die betere samenleving maakt. Want dat is niet een losse discussie meer. We hebben geen discussie meer over ideologieën. Dat is van de vorige periode. De discussie over waarde die zit nu in al dit soort schijnbaar technische discussies. En de kunst, denk ik, zal eruit bestaan om dat op een manier te doen die democratisch goed is en die ook de waarde van de deskundigen echt ook respecteert. Ik dank jullie allen voor de bijdrage en zeker ook de mensen op het podium.